Blendo is weer cooking in Aruba, of op Aruba zoals je dat zegt. En vandaag doe ik het met mijn lieve vriendin Jen. Hi. En Jen gaat maken, misschien zeg ik het verkeerd, pan bati. Pan bati, ja. En dat is dan een typisch Arubaans iets. En het is heel veelzijdig. Je eet het meestal met soep. Of met gestoofd vlees of kip. Okay. Er moet altijd wel een sausje bij zijn, want dan kan je lekker met de pambati erin doppen. Ja. Maar je kunt het ook gebruiken als een soort boterham. Dus met kaas. Oh. Of ook zoeter maken. Met net zoals je met een pannenkoek ook doet, kan je daar ook gebruik van maken. Het is een beetje veelzijdig. Ja. Beetje American pancake, moet ik me dat bij voorstellen? Ja, een beetje dikker wel. Ja. Dus een beetje steviger, niet zo'n dun beslag. Ja. Maar jullie zien het dadelijk wel als ik aan het maken ben. Oké, en wat heb je allemaal nodig? Oké, op de eerste plaats heb je droge spul nodig. En dat is dan bakmeel. Ja. Het hoeft niet zelfrijzend te zijn, want we gaan dadelijk dit erin doen. En dit is dan baking powder, bakpoeder. Maakt niet uit wat voor merk. Je kan alles gebruiken wat er is. Je hebt ook dit type meel nodig. Dus het gele maïsmeel. Okay. Wel van die, want je hebt grovere korrels. Ja. Dus dit zijn echt van die fijne korreltjes. En is deze ook gekookt? Want je hebt pan... Dit is niet gekookt. Niet gekookt, okay. Wat je voor die arepen gebruikt, hè? Weet je wel? Ja, dit gebruik je ook voor, hoe heet dat? Een funchi noemen we dat hier. Ja, dat is die... Dat is die, dat gele taart. Achtige pannenkoek, ja, hè? Ja, 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 ja. Dat. Ja. En dan heb je ook suiker nodig, want het heeft een zoete smaak. Okay. Een beetje zout. Ja. En je hebt ook melk nodig. En ik heb koffiemelk meegenomen. Mm-hmm. Maar je kan ook gewoon drinkmelk gebruiken. En als je een beetje aan het diëten bent, mag het ook mager zijn of half vol. Okay. Dat kan allemaal. Dat heeft geen invloed. Ja, dat heeft helemaal geen invloed. En dan afhankelijk van hoeveel je gaat maken. Ik ga nu voor, ja, voor het groepje hier maken. Dus ik denk zo'n 6 cups maken. Okay. Dan heb je ei nodig. En dan heb ik 4 eitjes meegenomen. Het kan ook minder. Pan bati maken is een beetje van uittesten. Oké. Er is geen echte vast recept voor. Niet? Nee, niet echt. Dat wordt lastig dan. Nee. Ik zal je laten zien hoe je het een beetje kan aanvoelen. Ja. Dat het wel goed gaat. Want goed. Anders gaat hij inslaan en het moet echt rijzen. Ja. En dat is het dus een beetje wat je aan het materiaal nodig hebt. Maar je zegt het moet rijzen, dus je maakt het beslag, neem ik aan. Ja. En dan laat je het rusten. Het moet even rusten, 5 à 10 minuten, maar je kunt het ook zien dat het dan luchtiger wordt. Maar dat laat je op het aanrecht rusten of in de koelkast? Nee, gewoon op de aanrecht. Je kan het in de koelkast doen op een hele hete dag misschien, zoals vandaag. Maar in Nederland kan het gewoon op kamertemperatuur, dus dat is dan geen probleem. Laat je verhouding. Ik ga even zout voor je zoeken. Laat jij de verhoudingen zien. Ja, helemaal goed. Om het beslag te maken, kan je gewoon een koffiebeker pakken. Als je echt een maatglas wil gebruiken, dan kan dat ook. Maakt niet uit. Het gaat om de verhoudingen. Dus de verhoudingen van het meel, die moeten kloppen. Dat is het meest belangrijke wat je moet doen. Dus ik ga dan het meel in het kopje doen. Het waait wel een beetje hier, dus hopelijk ga ik niet te veel morsen. Oeh, daar gaat hij. Oké. En dan... Wat ik dan doe, is met een eetlepeltje, dan pak ik de bak... Theelepeltje neem ik aan. Theelepeltje, ja. Pak ik de bakpoeder en dan doe ik daar een schepje bij. Okay. Niet te veel. Nee. Zoiets. Ja. En dat doe je dan erin. En dan weet je, het gaat om de verhoudingen. Dan is de verhouding, dan heb je die dan onder de knie. En dit doe je dan 4 keer. Oké, dus per... cup gebruik je dus ook die bakpoeder? Ja, per cup moet je er bakpoeder bij doen. Okay. Dat was dan de tweede. En van wat ik nu ga maken, komt er best veel uit. Dus, wordt al meer dan 4 of 6. Ja. Het wordt beslist veel. Nou ja. Maar je kunt het altijd in de koelkast bewaren. Okay. Hoe lang denk je?
Ja, zeker 2 dagen. Okay. Blijft die goed? Ja. En je kunt het, wat ik net zei, als boterham gebruiken. Ja, bij de boterham. Of lekker bij het ontbijt met vruchten of zo. Het is allemaal heel lekker. Wat voor vruchten heb je hier eigenlijk op Aruba? Echt Arubaanse vruchten? Papaya, zakken? Ja, papaya, zuurzak, die zuurzak. Die heb je hier. Oh, zuurzak, ook. Ja, lekker. Ja, en de rest wordt allemaal geïmporteerd. Okay. Maar, en dan mango's natuurlijk, denk ik? Ja, mango's natuurlijk ook wel. Het is afhankelijk wat jullie zelf lekker vindt, hè? Wat jullie bij gaat gebruiken. Ja. En dit is vast dan mijn derde, toch? Ik heb niet geteld, volgens mij is het al 4. Ja? Ja. Oké, dan is dit de 4. Oké. Oké, goed. De verhouding is 4-2. Dus ik heb nu 4 van die bekertjes witte meel in mijn bak gedaan, in mijn kom gedaan. En nu ga ik hier 2 van doen. Okay. Ja? Ja. En hier hoeft geen bakpoeder bij. Maar stel dat je nou zelf rijst en bakmeel gebruikt, dan heb je die bakpoeder niet nodig. In principe niet, maar ik zou er toch een beetje aan het eind bij doen. Okay. Want het rijst is toch niet voldoende. Ik heb het geprobeerd namelijk. Ja. Het rijst is toch niet voldoende. Okay. Dus het moet echt een luchtig beslag worden. Luchtig beslag. Okay. Ja. En dan weer niet te veel, want als je te veel bakpoeder erin doet, dan gaat die naar sodium smaken. Ja, nee. En dat is dan dat is minder. Ja. Dat wil je absoluut niet hebben. Oké, okay, dus ik heb 2 bekertjes van het maïsmeel erin gedaan. En nu ga ik het even omroeren. En waar jullie op moeten letten is op de verhoudingen in de kom. Dus je moet niet te veel van het witte, van de witte meel zien. Oké. Okay. Zie je dat? Dus het wordt zo'n kleurtje. Een beetje gelig. Een beetje geel. Net als alle huizen hier, hè? Want dat valt me dus ook op. Ja, alle huizen zijn geel. Alle huizen zijn geel op het roepen, hè? Heeft het een reden of zo? Nou, ik denk dat de politiek iets mee te maken heeft. Oké. Okay. Het heeft niks te maken omdat ze veel met cornmeel doen. Ik denk het niet. Nee, het heeft niks met pampatie te maken. Absoluut niet. Oké, dus zoals jullie zien, dit is dan het kleurtje wat je moet krijgen. Als je dit niet hebt, dan kan je altijd, het gaat om de verhoudingen, wat meer gewone meel erbij doen. Ja. Of van gele. Dus maar dat doet een gelige kleur. Een gelige kleur, ja. Ja? Dan zit je goed. Ja. Oké, en dan gaan we dan de suiker erbij doen. En dat is gewoon gewoon dat is gewoon een normale suiker. Kristalsuiker noemen we het. Gewoon normale suiker. Geen van de... Oké, er gaat ook heel veel in, zie ik al. Nee, we gaan... Kijk, dit is op smaak. Dus ik ga er een beetje bij doen. Ja. En als ik het beslag heb gemaakt, dan gaan we... Dus als ik even laat zien, dus ongeveer een derde van de cup. Mm-hmm. Dan gaan we het even proeven om te kijken of hij echt op smaak is. Ja. Want dit kan ik echt... Dit is echt individueel. Het hangt er ook af of jullie het te zoetig of juist een beetje meer suiker erbij willen. Maar je hebt toevallig dan stoba gemaakt, hè? Omdat je dat vraagt. Ja. En dan hoor je dus zeg maar de hartige smaak te combineren met de zoete. Dat is een beetje het idee. Dat is, dat is het idee. Ja. Sommige mensen die vinden het lekkerder als het niet te zoet is. Ja. Bij mij thuis. Als het niet een beetje zoetig is, dan vindt men het niks. Dus ik ben dat gewend om dat te doen. Maar dan gaan we nu even, dadelijk gaan we het even uittesten. Even proeven en kijken. Oké, dus eerst moet je alle droge ingrediënten erbij doen. Mm-hmm. En die goed door elkaar mengen. Zo. En dan gaan we de eitjes kloppen. Kunnen we dit hierin doen? Ja hoor. Ja? Oké. Okay. En dan gaan we... Zal ik dat gewoon tussen kloppen voor je? Oh, je hebt 2 eitjes. Je hebt 4 nodig. Doe maar nog eentje. Laten we 3 doen. Ja, laten we 3 doen. In principe zou je de eitjes gewoon in het beslag kunnen doen, in het droge. Okay. En erin gewoon mengen ermee. Ja. Maar ik doe dit liever zo, omdat het luchtiger blijft. Dan zal ik je hoeft niet te veel te gaan kloppen. Oh, niet? Echt niet. Het hoeft niet te gaan schuimen. Maar je moet wel. Het gele met het witte van goed de ei goed met elkaar mengen. Het is een hele simpele recept, maar het is veelzijdig, vind ik altijd zelf. Je kan er veel meer op doen. Mijn kind houdt er echt veel van. Die zegt, mama, denk eraan. Meenemen. Meenemen.
Ja, maar net als met de Indo's, weet je wel. Je kookt altijd eigenlijk te veel. Ja. En dan ga je op het laatste geef je mensen gewoon een Tupperware bakje mee met lekkere dingen. Is dit genoeg? Ja. Nog een beetje. Ja, zo is het wel. Ja? Ja. Nog even een beetje extra. En als je nou een grotere beker voor me pakt, dan gaan we water erin doen. Water komt ook nog bij. Okay. Ja, water moet er ook bij komen. Want we hebben, jullie vroegen jezelf zeker af van oké, zo'n klein plekje melk, daar wordt er nooit een beslag van. Nee, we gaan er water bij doen. Want het beslag, is dat zo dik als een flensjes beslag? Of is het echt een... Nee, het is dikker. Het is dikker. Een cakebeslag? Is het meer? Ja. Minder. Oké, we hebben dus de eitjes erin gedaan. Mm-hmm. En nu doen we er wat water bij. Ik heb ondertussen gewoon wat water uit de kraan. Oh, maar wil je dat niet afmeten? Nee. Oh, dat is een beetje gokken dus. Dit is gewoon, er moet gekeken worden naar de consistentie van het beslag. Okay. Dus ik giet nu er een beetje bij, de helft van deze kom ongeveer. En dan moet er ook nog die melk erbij. Ja. Die doen we dadelijk erbij. Okay. Als die opgelost is, dan gaat dat het laatste erin. En nu gaan we dat een beetje roeren. En het punt is dat het beslag, dat alles nat wordt. Hè? Ja. Dus dat goed oplost. Ja, dat is zo. Dus ik gebruik nu even deze lepel, maar dadelijk gaan we het met een houten spatula verder bewerken. Okay. Je ziet, het is nog droog op plekken. Dus ik gooi er wat meer water bij. Okay. Ga langzaam water bij gieten. Ja, dat wil niet zeggen. Want anders wordt die te waterig. En dat kan je dan weer oplossen door dan weer hoeveelheden meel en bakpoeder. En dat is dan moeilijk bij pambati. Want het gaat klonteren. En dat moet je proberen te vermijden. Dus zo makkelijk is dat recept niet, hè? Nou. Jij zal het geen makkelijks doen. Nou. Het recept is op zich makkelijk, alleen het voorbereiden daarvan. Yeah. Ja, moet je een beetje geduld mee hebben. Okay. En kijk, wat ik ook wil laten zien, kijk, het is nog niet helemaal opgelost, maar wat je nu ziet, is dat er luchtbelletjes komen in het beslag. En dat is een heel goed teken van de combinatie van de ingrediënten. Oh, okay. Dus als je bij het mengen van de droge ingrediënten ziet dat er geen luchtbelletjes komen, dan heb je een klein probleempje, want dan moet je inderdaad meer van de bakpoeder erbij doen. Ja. En dan moet je heel goed, heel stevig gaan kloppen om te zorgen dat het niet klontert. Ja. Dat het niet klontert. Ja. Want het gaat heel snel klonteren. Ja. Wat missen we nu nog in het beslag? Ja, de melk nog. De melk moet er nog bij komen. En de zout. Ja, een klein beetje. En dan gaan we proeven en kijken hoe het smaakt. Maar kijk, ik zie nu al dat het nog steeds te dik is. Dus het moet niet zo dik zijn. Het moet toch een streepje. Een zo'n druipende beslag. Juist. Dus ik doe de rest van de... Okay. Maar dan vind je dan niet eng om dat water erbij te doen, terwijl je ook nog koffiemelk erbij moet doen? Nee. Okay. Nee. Hey, en dat pambati, hè? Dat is echt een typisch Arubaans gerecht. Mm-hmm. En is er dan ook met bepaalde feestdagen dat jullie dat eten? Niet of echt, nee, niet echt. Een dagelijks gerecht? Ja, kan je eigenlijk nemen. Okay. Het is gewoon iets dat je meestal bij de soep, en dan moet het een vleessoep zijn. Ja. En daar neem je het eigenlijk bij. Oké. En De klontjes zijn er. Gelukkig eruit. Ja. Maar over klontjes gesproken, ik heb hier een lekker glas pontje gemaakt. Oeh, met ijsklontjes. Cheers. Ook dat recept staat natuurlijk op mijn blog, hè? Om een pontje crème. Heerlijk. Wauw. Is het goed? Hartstikke goed, Ka. Lekker. Oké. En nu gaan we de melk erbij doen. Ja. We gaan niet het hele blikje erbij doen, maar ik ga een beetje bijschieten. Ja. Ik vind zelf dat het een lekkere, romige smaak krijgt als je melk erbij doet. Maar dit is maar dus koffieroom. Ja, dit is koffieroom, maar dit hoeft niet. Je hoeft er absoluut geen melk bij te doen. Okay. Maar ik vind altijd dat het luchtiger wordt als je dat wel doet. Dus, ik denk dat het ene scheutje wel voldoende is geweest. En wat betekent eigenlijk pambati?
Pambati betekent letterlijk geslagen brood. Geslagen brood, ja. Geslagen want, brood? Ja, want pan, ja, want pan is brood en een papiamento. En wat het betekent is dat je het beslag met slagen maakt. Dus je pambati roert, is slaan. En dat zijn slaan. Okay. Je slaat het beslag en daar komt het een beetje van. Oké, okay. Nou, dat moet beter. Ja, toch? Ja. Oké, okay, nu gaan we even proeven. Kijken hoe het smaakt. Mm-hmm. En wat ik doe is dan gewoon zo met een vingertje. En het is een beetje flauw. Dus we gaan wat meer suiker erbij doen. Ja. En je doet alles gewoon in een... Ja, sommige mensen willen dan weten een theelep. Oh, je doet het weer met die cups. Ja, ja, doe er maar. Ja, ik doe er een, ja, wat, een vierde. Een beetje ja, bij. Kort. Ja. Maar dit is wat je zelf wil, hè? Hoe zoet je het zelf wil. En zout? En dan doen we een beetje zout ook bij. En het is gewoon ja, een klein beetje. Snufje, ja. Ja, ja. Klein beetje erbij. Ja. En dan gaan we dat okay. weer en dan heb je dat dus gebatiet. En dan moet het rusten, zei je? Dan moet het een minuut of 15 of 10 rusten. Okay. En dan ga je vanzelf zien dat... de mengsel die gaat een beetje rijzen. Okay. En voordat je het gaat bakken, maar dat zien we dan zo meteen, moet je dat weer kloppen en dan gaan we het bakken. Oké, okay, nou, prima. Dus wij gaan even zover. Lekker aan de pontje. Ja, yeah, heerlijk. Even lekker zitten met de visite en dan komen we straks weer terug. Okay. Dus nog even laten zien, het beslag ziet er nu zo uit. Ja? Oh, met die luchtbellen ook. En met die luchtbellen. En die gaan we nu bakken. En hoe we dat doen is, je hebt een braadpan. Koekenpan noemen wij dat in Nederland. Oh, een koekenpan. Een koekenpan. En die moet even verhit worden. En dan met een gewone keukenrolletje doe je de olie. Ga je dan op in de pan smeren. Oké. Okay. Dat is meer voor het invetten. Maar dan zou je dus ook zo'n bakspray voor kunnen gebruiken? Nee? In principe wel. Ja. Dan zou je het ook wel kunnen doen. Maar typisch Arubaans is om het zo te doen. Ja? Hebben ze voor die pandati, zijn er speciale pannen voor? Of is het gewoon koekenpan? Vroeger hadden we een speciale ijzeren... Ja. Gietijzer? Nee, het was een gietijzer, maar het was plat. Dus een plaat? Oké. Okay. Ja. Ja. Een gietijzeren plaat en die, daar bakten ze het mee. Oh, okay. Maar die krijg je nu nergens meer of je moet het speciaal laten maken. Oh, zo. Ja. Ja, maar we hebben wel traditie natuurlijk. Ja, dat is zo. Goed, dan nemen we dus zo'n soeplepel en dan gaat dat in de pan. En je giet het gewoon... Giet je het dan helemaal vol? Dat kun je doen. Of zeg je maakt een rondje... Het is helemaal up to you hoe je dat doet. Ik ga en moet die dik zijn, die pambati? Ja, eigenlijk wel, maar ook alweer niet te dik. Je moet ook eens kijken dat het goed gaat rijzen. De pan moet goed verhit zijn, want anders gaat hij niet goed bakken. Okay. Want het moet luchtig blijven aan de binnenkant en dan gaat hij aan de buitenkant gaat hij bruinen. Ja. Dus let op, je ziet dan die belletjes weer verschijnen. Dat is gewoon normaal, dat is een heel goed teken. Want dan weet je dat het luchtig gaat worden. Ja. Het gaat gewoon rijzen ook nog een beetje in de pan. Wat betreft de hoogte van het vuur, je moet daar wel op letten, want het moet niet aanbranden. Ja. Ja, het moet als het goed kookt, dan wordt het bruin aan de onderkant en aan de bovenkant wordt die droog. Ja. En dan ga je hem keren. En dan ga je hem keren. Ja. Ja, maar dan moet je echt... de keuken is helemaal nieuw voor me natuurlijk. Ja. Ik weet niet hoe heet die wordt, maar het is heel duidelijk wel. Ja. En dan moet je hem keren. Zoals jullie zien is het nu aan de bovenkant helemaal gedroogd. Ja. Of nagenoeg. Oké, dan kan je het keren. En dan kan je het keren. Ja. En dan gaat het heel makkelijk. En zo ziet dat eruit. Mag ik even zo aankijken? Ja. Oh ja, dat voelt heel luchtig. Ook, je kunt het ook iets langer erop laten, zodat het wat bruiner wordt. Maar dit is het zo'n beetje. Okay. Dat is de pambati. Nou, dit is dus de pambati. En je moet niet vergeten, als je het eenmaal uit de pan haalt, dan doe je het op een schotel. En dan moet je er ook boter op smeren, want dat is dan wat de pambati een hele eigen smaak geeft. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Ja.
En wil je meer weten over dit recept, dan kun je eens kijken op deblindoblog.com. Bij Blindo is cooking. En wij gaan straks even lekker proeven. Met de stoba, hè? Ja. Oké, lekker, hè? Ik ben benieuwd wat je van de stoba vindt. Stoba de parmi. Ik ga het zo meteen weten. Het ziet er wel lekker uit. Niet zo. Oh, lekker ja. Lekker het brood. Die brood ook. Lekker. Lekker. Hoop je bon. Dank je.